Ja, kijk, als het heel erg goed gaat met een club, is er niks leukers dan filmpjes maken met de trainer en met spelers en iedereen holla die jee. Maar ook als het slecht gaat, gaan we het gewoon doen. En het gaat slecht. Dit is koffie met de koning. Ja, we hebben een paar hele mooie weken gehad, Lucas. Maar vorige week stonden we hier nog met z'n allen die bus uit te zwaaien. Toen was het nog allemaal hosanna. Ja. In één keer is het helemaal anders. Ja, het is net het weer. Hè? Het is net het weer. Op het moment dat het in januari heel goed gaat met VVV, denk je, yes, de mooie tijden zijn weer aangebroken. We gaan lekker fluitend naar het einde van het seizoen. En net als met het weer, er komen een paar regenachtige, zware, stormachtige, slechte, waardeloze dagen en waardeloze wedstrijden aan. Het was gewoon niet goed gisteren. En ik baal er echt van dat we er niet bij kunnen zijn dit seizoen. Maar bij die wedstrijd tegen Sparta baal ik toch ietsjes minder. Je zou hier hebben gestaan en naar dit hebben moeten kijken. Ja, normaal is het altijd, de thuisblijvers kregen geen gelijk. Nou, de niet-kijkers kregen dit keer gelijk. Het was een typische 0-0 wedstrijd. Laat het daarop houden. En dan heeft de Graça eigenlijk toch wel een beetje onze rots in de branding sinds dat hij is gekomen in de winterstop. Ja, die dan enorm veel pech heeft. En dan verlies je zo'n wedstrijd. Ja, je koerst gewoon op een 0-0 af. Hè? Je had hier gewoon een puntje aan over moeten houden, kunnen houden. Ja, dat gebeurt niet. En dan is het klote. Maar Lucas, nu lees ik overal dat we al vijf planken om ons heen hebben. Die zes hoeft er weer bij te komen. Ja. Maar we liggen nog lang niet bij Van der Laan op die kalde plaat. Nee, er is er niks aan de hand. We gaan eens even vragen aan de trainer wat hij nou van die wedstrijd vond. En hoe hij daarna vooruit kijkt. Ja, als de een gisteren die wedstrijd had mogen winnen, dan hadden wij dat wel geweest. Bij de ploegen eerst zelf allebei één kans gecreëerd. Het was maar aftasten en als je dan de tweede helft zo goed naar buiten komt na rust, met 3-4 mogelijkheden, waarbij je gewoon de keeper gewoon twee fantastische reddingen hebt, eentje van Vito, van Leren net naast, dan verdien je in principe die goal en die krijg je dan niet en dan helaas, en dat is doodongelukkig, maar ja, het zij zo en uiteindelijk hebben we de laatste 20 minuten, want die hadden we nog over. Geprobeerd om die wedstrijd naar een punt te trekken. Vooruitkijkend, de wedstrijd tegen Fortuna. Ja. Komt toch niet heel snel aan? Je hebt even een paar dagen de tijd. Nou, het is wat anders dan zaterdag, dinsdag. Ja. Hè? We hebben nu dinsdag, zondag. Dus er zit er een dag meer twee dagen gelukkig meer tussen. We hebben ook weer wat jongens vandaag weer wat op veld gehad. Dat geeft altijd een goed gevoel. Lekker getraind met de restgroep. De andere is aan het herstellen. Ja, morgen de rust pakken en dan vrijdag, zaterdag weer naar Fortuna werken. En hopen dat we wat meerdere jongens aan boord hebben. Nou krijg je een eigen doelpunt tegen, waardoor je uiteindelijk verliest. Hoe vervelend is dat voor een speler zoals jij bent keeper geweest? Als je heel flauw wil zijn, heb jij heel vaak een eigen doelpunt gemaakt. Maar hoe is dat voor een speler? Ik heb er wel eens eentje ingetikt zelf. Maar ja. Hoe is dat voor een speler? Dan ga je het liefst zo hier onder het gras de tunnel in dat niemand je ziet. Maar dat hoort ook bij het voetbal. Dat is bij en bij de positie. Maar ook de sport is nog eenmaal. Ik kan nog herinneren een verkeerde wissel van Sven Kramer met de coach. Dat is de goud verloren. Ja. En dat doet heel veel pijn. En als een ander dan nog net even recht kan zetten met een gelijkspelletje, dan is voor zo'n speler ook wel lekker. Dan valt het wel mee en nu doet het pijn. Ja. Maar dan moet hij ook overheen, want het is ook. Ja, letterlijk en figuurlijk. Ja, dus op naar Fortuna. We zeggen het de hele tijd. Er komen steeds minder wedstrijden aan waarin je een aantal punten moet gaan halen. Ja, en ik neem aan dat je er iedere wedstrijd weer op hamert. Maar hoe leeft dat in die groep? Maar weet je wat het is, Lucas? Dat heb ik gisteren tegen bepaalde mensen ook gezegd van de pers. Iedereen loopt wel te roepen van niet achter elkaar zoveel verloren, noem maar op. Maar als je dat constant maar gaat herhalen en dat blijf je maar neerleggen en je blijft in die spiraal, dan gaat dat iedereen in de kopje zitten. Nou, dat doen wij dus niet. We zijn heel realistisch. En er komen genoeg wedstrijden aan waar we ook die wedstrijden gewoon weer om gaan zetten in winst. En die anderen moeten ook nog maar winnen. Houden we je aan, Hans? Ja, zeker. Goed zo. Dank je. Alsjeblieft. Ja, ik hoorde de trainer zeggen, het is natuurlijk ook allemaal nog niet zo erg en zo negatief. En ik denk dat we ons daar ook wel een beetje moeten vasthouden. We staan nog altijd veilig. We hebben 4 punten voorsprong en die moet Willem II en die ploegen daaronder eerst maar zien goed te maken, Lucas. Dus ja, zo erg is het allemaal nog niet. Nee, maar het wordt wel dunnetjes, hè? Want hij zegt van er komen nog veel wedstrijden aan, maar wat ik al zei, er komen ook steeds minder wedstrijden aan. Hoe dichter bij het eind, hoe dichter bij het eind. En dat geldt voor Willem II al helemaal, die onder ons staan. Want die moeten in die laatste 10 wedstrijden 4 punten op ons goed maken. Ja, en ik ga niet zeggen dat wij in de komende 9 potjes die we nog hebben, dat wij alle 9 wedstrijden verliezen. We verliezen daar geen 15 op rij. We zijn dat niet goed, ik, Lucas. We zijn misschien wel slecht, maar wij zijn niet zo slecht dat we 15 wedstrijden op rij gaan verliezen. Maar hij heeft ook gelijk. Je hebt natuurlijk met bepaalde kwaliteiten te maken. Ja. Spelers die nu ontbreken, dat maakt eigenlijk gewoon het grote verschil tussen de goede reeks die we hebben gehad en nu. Wedstrijd tegen Fortuna, dat was de
Laatste of de eerste van de slechte reeks? Dat was de eerste van de slechte reeks. Daarvoor hadden we de topreeks. Hè? Weet je wel, 4 doelpunten, Giacomakis tegen Vitesse, noem het maar allemaal op. Vaak over gesproken, punten hier, punten daar. En tegen Fortuna verloren we. En vanaf Fortuna verloren we. Misschien is dit dan wel weer de wedstrijd dat je het zaakje om kan gaan draaien. Laten we hopen. 3-2 verloren we daar. Hè? Met een weergaloze Roelie Jansen. Het Vlindermatch van de Vinkenhof. Dat is toen vaak benoemd. Ja. Daar is de kiem gelegd voor de slechte serie. Nou, laat dat dan ook de kiem zijn voor de wat betere serie. Maar even over dat Fortuna. Die hadden ook een ontzettende goede periode na een dramatisch begin. Ik geloof dat die na 10 potjes 2 punten hadden. Die hebben de weg omhoog ingezet. Ook daar nu weer even. Ze verliezen de 2 brei, maar dat gedonder dan weer. Ja, met Dijkstra en Ulte. Moet je niet willen hoor. Nee, daar zit het ook eventjes niet lekker. Laten we hopen, Lucas, dat wij daar weer van kunnen profiteren. Ja. En dat wij gewoon die broodnodige 3 puntjes hier in de koel gaan pakken. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Zondag, hè. Potje op zondag. Lekker. Ik heb er zin in. Wat denk jij? We gaan gewoon pakken. Roelie gaat gewoon niet thuisgeven dit keer in de verdediging. En we gaan gewoon 3 keer scoren. Fortuna 1 keer. 3-1. VVV Fortuna, dat is de eindstand. Kan je vast invullen in het auto. Oké, ik neem het over. Dankjewel.